Welkom bij Recrea My Caravans in Groningen. We staan vandaag bij een hele mooie wijnsberg. Een hele hete. Ah, het gaat nog net. De Hot Edition. Het is in de Cara One uitvoering. Een helemaal nieuw gerecyclede uitvoering sinds vorig jaar. De Hots van 2021 is heel mooi compleet. Kijk, de mooie gladde achterkant had hij natuurlijk altijd al. Maar hij heeft ook een hele mooie gladde zijkant gekregen. Dat geeft natuurlijk een heel chique uitstraling. En dat is alleen maar voor de Cara One Hot. Dus je kunt het niet los bestellen. Het moet in, zal in dit pakketje. En daarom maakt het pakketje natuurlijk extra mooi. Nou, de Hot Edition. Misschien kent u hem al. Een hele complete wijnsberg voor een nog veel leukere prijs dan de Caravan eruit ziet. Hij is een evergreen haast. Iedereen wil hem hebben en vorig jaar was hij heel snel uitverkocht. En dit jaar hebben we gelukkig nog een paar extra kunnen bestellen. En wij verwachten dit jaar veel van de 93 QD. Meest verkochte indeling van de Hot Edition de laatste jaren. 2,20 meter breed, is ook nog niet al te breed. Weegt 928 kilo leeg. 1350 kilo maximaal. Dus er kan nog heel veel mee als u dat wil. Hoeft niet, maar dat geeft wel de mogelijkheid om een tent mee te nemen. Een luifel op het dak of een fietsrek voorop te laten zetten. Of een mover eronder. Het kan allemaal, omdat u ruimte genoeg heeft in het laadvermogen. Nou, de Hot Edition, wat betekent dat precies? Het is eigenlijk een hele complete caravan. U ziet wat u krijgt. Dit jaar zijn er voor de eerst een paar opties mogelijk. U kunt bijvoorbeeld vloerverwarming kiezen. U kunt een reservewiel met een reservewielkrik kiezen. Dus er is nog wat te kiezen. Maar in basis is wat u ziet, is wat u krijgt. En dat is een hele complete caravan voor een superprijs. De caravan is voorzien van een dwarsbed. Dat betekent dat u dus over de hele breedte van de caravan kunt slapen. En in de Hot Edition zit er ook standaard een heel groot bagageluik in. Het bagageluik is 40 centimeter hoog en een meter breed. En is dus over de hele breedte van de caravan te gebruiken. Dus u kunt hier van alles in stoppen. Tafels, stoelen, tenten. Er kan echt heel veel in. Ook nieuw voor dit jaar is de volledige uit één deur bestaande toegangsdeur Trent. Wat standaard is in elke Cara One, dus ook in deze Edition Hot. Nou, ook ruim is de dieselbak. Plek voor twee gasflessen, 5 of 11,5 of 10,5 kilo. Eetstel, het optionele reserve komt ook in de dieselbak. Maar je kunt ook optioneel kiezen om nog weer onder de wagen te krijgen. Mogelijkheden te over. Nou, opbergplek voor spulletjes die nat mogen worden. Een stevige bodem van staal. Dus dan gaat het niet zomaar stuk. En natuurlijk een hele mooie lage laaddrempel. Standaard is ook de dieseldekking waar ik nu op zit. En verder heeft de caravan natuurlijk ook nog een alcoholstabilisator voor een hele comfortabele rit. Dus het zorgt ervoor dat de caravan minder beweegt achter de auto. Nou ja, schokbrekers zijn natuurlijk ook standaard. En er zit onder deze caravan heel mooi alcoholchassis. Nou, ik ben even voor en op het bed gaan zitten. Het zit op EPU4-matrassen. Dus een hele comfortabele matras met een lattenbodem. Dus het slapen doet u ook nog goed. Nou, het bed is 1,96 lang en is aan het hoofdeind meer dan 1,40 meter breed. Nou, ik zit gelijk op de keuken. De keuken steekt een klein beetje over. Geeft het extra werkruimte. Driepits gasstel. Conventioneel in een driehoek. Werkruimte in het midden, nou ja, een spoelbak met warm en koud water en natuurlijk opbergladen en een koelkast van 108 liter. Geeft u extra koelruimte als u diefvriesvakje verwijdert. Wel geen diefvries, maar wel extra koelen. Het is allemaal mogelijk. Nou, standaard zit hier ook een kachel in, zoals gezegd een boiler. Alle ramen kunnen open. U ziet achter mij het optionele voorraam wat standaard in de Hot Edition zit, dus compleet is het ook nog. Ja, er zitten leeslampjes boven het bed, er zit een hele mooie ledverlichting boven de kastjes, extra leeslampjes bij de zitgroep, extra stopcontact daarbij nog. Het is een hele complete uitvoering zo'n wijnsberg Hot Edition. En ja, ik raak er eigenlijk niet over uitgeplaat, maar ik wil niet al uw tijd opnemen, dus we gaan nog even lekker zitten in de zit met de extra active bekleding uitgevoerde kussens. Nou, ik wil nog even lekker in de zit gaan zitten. Nou, ja, zoals gezegd, active bekleding betekent dat de stof extra vuil en waterafstotend is. Ik ga niet gelijk een glas wijn eroverheen gooien, maar geloof mij, maar het trekt er minder snel in dan standaard. Pieper zo zit. Drie kinderen zouden nog een rijtje kunnen zitten. Nou, zoals gezegd, leespotjes. Dus u kunt er nog een boekje lezen, dergelijke extra verlichting. Het grote dakraam zit boven de zitgroep, dus extra licht op de tafel. Naast mij zit het toiletruimte voorzien van een Dometic toilet met een keramische bol. Dus die kunt u nog heel mooi schoonmaken. Wat valt er eigenlijk meer over te zeggen dat u hem eigenlijk moet gaan kopen? Want hij is heel compleet. Alles zit erop en eraan. Nou ja, zoals gezegd, wij doen er nog een tent in. En dan kunt u op vakantie. En als u wilt trekken, dan zetten we er een luifel op. En als u niet wilt duwen, doen we er een mover onder. Maar verder is hij helemaal klaar. Dus als u wat meer wilt weten over deze caravan, kijk op www.recreama.nl. En mocht u dan stiekem willen rondkijken wat allemaal te koop heeft, mag dat natuurlijk. Dan zou ik zeggen, graag tot ziens.